Leonard Nienhuis, hoe leeg is iedereen in de kleedkamer? Achter je langs. Nou ja, dat is dat kun je wel raden, denk ik. Iedereen is kapot. Niet alleen wij. Iedereen die, die bij Cambuur aanwezig is en doet dit gewoon pijn. Je pakt een penalty, dat is een fijn gevoel. Jullie lopen een paar keer daarmee ook voor en dan gaat het toch net niet goed. Is dat misschien dan ook 120 minuten tegen zo'n goede tegenstander? Nee, vind ik niet. Penalty is iets op zich. Dan moet je gewoon overtuigend achter gaan staan en die bal erin jassen. En niet de tweede ring inschieten. Tegen Utrecht viel het onze kant op. En ik had echt het gevoel dat het vandaag echt onze kant zou opvallen. Alleen is niet gebeurd. Het lijkt heel even na 90 minuten afgelopen. Wat gebeurt er dan precies? Ja, er komt een voorzet en die bal is lang onderweg. Ik loop schuin naar achteren en ik spring om de bal te pakken. En op het moment dat ik in de lucht ben, krijg ik een duw in mijn zij. En dat is gewoon een overtreding. Dus toch nog een positief puntje. Is de videoref, die heeft het goed gezien. Wat overheerst nu? Jullie spelen prima tegen AZ. Maar ja, de Kuip was wel heel dichtbij. Ja, die was heel dichtbij. Dat zeg je goed. We waren 2 of 3 penalties verwijderd. Zover komen we, voor veel jongens komen we niet meer in die situatie, denk ik. Bedankt. Alsjeblieft.